In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De bargeloven in het evangelie van de derde zondag na Drie Koningen wordt in het evangelie van de Heilige Matthäus worden twee mirakelen aangehaald. Twee mirakelen die Jezus gedaan heeft in het begin van zijn openbaar leven. Het wordt ook door andere evangelisten aangehaald. Maar op een andere manier, want de ene evangelist die doet het echt chronologisch, zoals Sint Lucas. In Matthäus doet het meer systematisch. Dus Jezus komt van een berg af. Descendisse de Monte, dat is waar hij een buitengewone doctrine, de bergreden heeft afgestoken. Dus eerst wordt de wijsheid van God in het licht gesteld bij Matthäus en daarna zijn almacht door die twee mirakelen. Maar het eerste is een melaatse. Dus het is een vreselijke ziekte. Een verschrikkelijke ziekte die dus ongeneeslijk is en die het leven kapot maakt. Je bent een levende dood eigenlijk, dus je bent, functioneert niet. Tot de bedelstaf veroordeeld, geen sociaal contact is mogelijk, dan alleen met andere melaatsen. En die man die gaat naar Jezus, houdt natuurlijk een zekere afstand, zoals dat wettelijk voorgeschreven is, en adorabat eum. Dat is heel sterk, een heel sterke uitdrukking. Hij aanbad hem, want de adoratio, dus de aanbidding, komt alleen maar God toe. Dus dat is iemand die Jezus als God herkent in het begin van zijn openbaar leven. Waarom hebben de anderen hem dan niet als God herkend? Die vraag zouden we eens kunnen stellen. Als zij daartoe in staat is, waarom al die anderen dan niet? Interessante vraag, hè? Wel, psychologisch kunt je het uitleggen door te zeggen: die man die had grote nood. En die grote nood gaat je ernstiger zoeken. Dat is volgens mij de reden. Hij is serieus bezig. Hij neemt het ernstig. Want hij heeft een heel ernstig probleem. En dan beoefent hij zijn godsdienst ook ernstig. Zijn leven hangt er vanaf. Hij heeft niks meer te verliezen. Het is toch heel erg bedroevend dat wij ons zodanig installeren in ons leven en hoe meer geld we hebben, hoe meer dat we corrupt zijn. Dat is geen algemene regel, maar bijna. Veel geld maakt bedorven en heel veel geld maakt heel veel bedorven. En er zijn sterke benen die de wereld kunnen dragen. Maar in de uiterste nood, dan plots functioneren we zoals het moet. Ja, toch sommigen. Er zijn nog mensen die zich verdoemen, die zich verkiezen zich te verdoemen. Maar deze man, die doet iets buitengewoon. Het is in het begin van zijn openbaar leven, dus zoveel mirakel heeft hij niet gedaan, Jezus. En voordat hij hem geneest, aanbidt hij hem. Dus ik ga eens kijken of hij mij geneest, en als hij mij geneest, ga ik hem aanbidden. Nee. Adorabat eum. En aanbad hem. Dus dat is toch niet goed? Dat is niet goed, zo hoort het niet. Dat wij eerst in de uiterste nood moeten zitten, voordat wij onze godsdienst ernstig beoefenen. Dat wij God echt boven alles beminnen en er alles voor over hebben. Geen menselijk opzicht, niks. Dat is toch niet normaal? Dat is toch, zo hoort het niet, dat is niet rechtvaardig. Dat komt God niet toe, zoiets. Aan God komt toe wat hem toekomt. Adam en Eva hebben ook gezondigd, die hadden het ook veel te goed. En die willen nog meer. Die willen zelfs het goddelijke naar zich toetrekken. En God ontronen en zelf God worden. Wat een waanzin. Wat een slechtheid. Dus daar moeten we echt vanaf. We hebben er allemaal iets mee te maken. Zijn wij echt 100% bezig zoals het hoort? Die vraag moeten we elke dag stellen. In de oorlog zaten de kerken vol.
En wil je ziet hoeveel mensen er nu in de kerken zitten. Natuurlijk mogen er maar 15 mensen in de basiliek van Koekelberg. Maar hadden de mensen in godsdienst ernstig genomen, hadden ze massaal geprotesteerd daartegen. Ze laten maar gewoon begaan, het komt er goed uit. Hoeven ze zondags niet meer naar de mis. Blijkbaar. Voor sommigen, tenminste al, voor een groot deel. Het bewijs is, er wordt niks aan gedaan. Voor mij hoeft het niet, want in Koekelberg wordt toch de nieuwe mis opgedragen. En is het toch een nepdienst. Dus dat is een grote miserie zelfs. Zelfs daar. En die tweede, ja, we gaan verder met het verhaal natuurlijk. U hebt het gelezen onder het evangelie van de mis. Hij vraagt dan meteen, Heer, indien gij wilt, kunt gij mij zuiver maken. Zuiver, want melaatsheid wordt beschouwd als een onzuiverheid. Indien gij wilt, dat is ook heel erg sterk. Want hij zegt niet, indien gij het aan God vraagt, zal ik genezen worden? Nee. Als gij het wilt, zomaar melaatsheid genezen met een wilsakte, dat is niet voor mensen, dat is goddelijk. Dus die man erkent Jezus als God, voordat Petrus het gedaan heeft. Dan denk je, ah, Petrus heeft hem als God erkend. Wauw, hij is waard om paus te worden. En nadien gaat hem zeggen, nee, je moet niet naar het Leerlam gaan. Hij gaat eens een keer zeggen aan Jezus wat hij moet doen en niet moet doen. En je zit achter mij, Satan. Hij is pas aangesteld tot Petrus. Deze man, dat is een voorbeeld. Die is nooit paus geworden, maar die is goed op de weg naar wat hij moet doen. Die doet normaal, ik zal het zo zeggen, rechtvaardig. Vir justus. Hij erkent, hij aanbidt hem, dat is al een acte van een erkenning van zijn godheid. En hij gaat zeggen, als jij wilt, kunt je mij genezen. Dat is een tweede erkenning van zijn godheid. Buitengewoon. Dat die mens het geloof heeft, dat betekent dat alle mensen de genade eigenlijk al hadden om hem als God te zien. Wat hij ook is, het is een werkelijkheid. Het is een werkelijkheid, hij is God. Hij is God in die mensengedaante naar ons toekomst. En dus iedereen van goede wil heeft blijkbaar die genade, want Jezus heeft gans zijn leven al gebeden. Van als hij in de moederschoot zat, heeft hij al gebeden voor de mensen. Was hij al aan het lijden en aan het verdienen. Hij heeft niet alleen verdiend bij zijn passie. De genade was er al. En die mensen hebben de genade gehad, allemaal blijkbaar, want dat is het is eender wie. Die man is eender wie uit het volk. Geen speciaal persoon. Eender wie. Maar blijkbaar in zijn grote miserie richt hij zich helemaal naar God. Het is goed dat hij zich helemaal naar God wijst, maar het is toch zo indroevig, echt indroevig, dat men pas naar God richt zoals het hoort, als men in de grootste miserie zit. Alsof het een occasie, zeggen ze bij ons, een occasie. Tweedehands bekering. We doen het niet, maar als we echt in de miserie zitten, als alles goed gaat, doen we het niet, dan doen we min of meer. Maar als je in de miserie zit, dan doen we het serieus. Wel, dat is een ernstige les voor ons, hè. Zijn wij 100% aan het draaien? Draaien wij altijd 100%? Of is het maar min of meer zo? Hè? We zien wel. We zien eerst hebben we een goed leven, dat we goed eten hebben, goed warm thuis, huisje in orde, tuintje, alles eerst dat. En de rest komt wel daarna, dat zullen we wel zien. Dat is niet God beminnen boven alles. Dus die man, in het begin van Jezus openbaar leven, die had de genade, zoals alle mensen blijkbaar van goede wil, om hem als God te erkennen. En Petrus die doet het pas echt op het einde, want Jezus gaat zeggen, ja, maar ik moet naar Jeruzalem gaan om dus overgeleverd te worden en gegisseld en gekruisigd. En een derde dag zal ik verrijzen. En zelfs dan geloven ze hem nog niet eens dat hij gaat verrijzen. Wat een bende hardhorigen en hardleers. Jezus verwijdert toen ook. Je zei toch, wat zet jij toch hardhorig, hardnekkig. En traag van begrip, kleingelovigen. Jezus verwijdert hem. En als hij iets verwijt, is dat terecht. Want hij is goed uit de rechtvaardigheid.
Wel, dat is... Dit tweede voorbeeld is even bewonderenswaardig. Die 100 man, die gaat vragen voor zijn kind, Puwer. Dat is kind, dat kan ook een knecht zijn, maar Puwer is normaal een kind. Mijn jongen, allez, mijn jongen, zegt hij, mijn jongen. Ja, mijn jongen normaal is mijn zoon. Kan ook mijn knecht zijn, maar ja. Dus dat laten de kerkvaders in het midden. Maar laten we zeggen, de mensen nemen aan, het is zijn kind, zijn jongen. Dus als iemand zegt, een man zegt mijn jongen, dan is het eigenlijk zijn zoon dat overgaat, toch wel, hè? In ieder geval een dierbare iemand van hem, zijn zoon, Jacet, paralyticus. Hij ligt lam thuis. En Malit ook weet, hij wordt dus gekweld door pijnen, door maal, door slecht, door iets slechts. En dan Jezus, om hem op de proef te stellen, want hij weet dat hij nodig is, maar om de verdienste te geven van zijn geloof, want Jezus kijkt in de harten, hij kent zijn psychologie al, gaat hem de kans geven om te verdienen. Hij zegt, ik zal komen en ik zal hem genezen. En dan die 100 man, dat is een Romein. Dat is niet eens een Jood die 2000 jaar is voorbereid. Door heilige profeten en rechters en door de 10 geboden en alles, niks ervan. Het is gewoon een Romeinse soldaat, een officier over 100 aangesteld. En die man heeft datzelfde geloof als die een Melaatse. En hoe komt dat? Ja, die is ook weer in de problemen, want die is een zoon, die is lam. Het zijn blijkbaar mensen die in de grote problemen zitten, die dan tot het echte geloof komen. Ik herhaal, dat is toch niet zoals het hoort. Laat ons zijn zoals Thérèse van Lisieux, die niet eerst al of dood moest zijn voordat ze geloofde. Die was goed gezond, die was jong, die was mooi, die was verstandig, alle talenten, en die ging op zeer jonge leeftijd de Karmel in, om zich helemaal aan Jezus te geven. Zo hoort het eigenlijk. Ik verwijt die mensen niet, want ik kan ze niet oordelen, die paralyticus en die leprosus. Want het kan zijn dat ze in gezonde toestand ook 100% hadden geloofd, dat weet ik niet. Maar ik constateer dat een leproos, leprosus, een Melaatse, en iemand die verschrikkelijk in de problemen zit, want zijn kind zit daar verschrikkelijke pijn te lijden, verlamd, die komen dus naar Jezus met een buitengewoon geloof, dat Petrus pas drie jaar later, ik weet niet hoe later gaat hebben dan. Wie zegt gij dat ik ben? Ah, gij zijt de zoon van de levende God. De zoon heeft dezelfde natuur als de zoon van de levende God. De enige zoon in die zin van dat hij de tweede persoon is van de drievuldigheid, dus God. En dan zegt Jezus, dat heb jij zelf niet uitgevonden, dat komt van God, dat is een genade. Het geloof is een genade. Maar ze wordt dus gegeven aan alle mensen van goede wil. Het is een genade, maar ze wordt gegeven, blijkbaar hier. Dus gewoon een Melaatse uit het volk en dan zelfs nog sterker... Een heiden, iemand die gewoon van de goos is, niet veel weet. Dus die weet van die mythologie van die Romein. Al die onnozele, waar de Griekse en de Romeinse filosofen zelf mee lachen, met die mythologie. Met al die afgoden, die mythologische afgoden, die zelf de ondeugd bedrijven alsof het niks is. Die stelen en die bedriegen. En Dionysius, die is een dronkaard. Venus is omkuis. Mercurius is dus een dief. Dat is een god van de dieven. Dus ze lachen er zelf mee. En die man die gaat naar Jezus toe en die zegt: Gij hoeft u, Heer, gij hoeft u niet te verplaatsen. Gij moet maar één woord spreken en mijn kind is genezen. Dat zeg je toch niet tegen een mens? Dan is dat toch God, de spreken tot God. Dat hij op afstand kan genezen. Dat heeft niemand hem voorgedaan voordien. Zelfs Eliseus, die moest ter plaatse gaan om te genezen. Zelfs, die heeft doden gewekt, maar dat heeft lang geduurd. Dat heeft hij lang moeten overwinnen om een dode te wekken. Tot leven te wekken.
Heer, gij zijt niet waardig. De kerk vindt dat zo prachtig dat ze dat in de mistekst heeft ingeboord. Voordat wij God ontvangen. En daarmee is bewezen dat de kerk erkend heeft, die man heeft God gekend. Heer, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak komt, dat gij in mijn lichaam komt, dat gij bij mij komt. Ik ben niet waardig. Waarom niet? Ten eerste omwille van mijn zonde. Omwille van mijn zonde. En ten tweede, zelfs moest ik een heilige zijn, was ik nog onwaardig. Ik ben maar een schepsel en gij zit oneindige God. Wie ben ik dat gij tot mij komt? Er is geen proportie tussen mij en u. Er is geen proportie. Een oneindige disproportie. En ik kan u niks geven wat je niet hebt. Ik kan u geen plezier doen met niks. Jij hebt al alles. Al wat ik heb, dat komt van u. Als ik iets wil geven, moet ik het eerst vragen om het u te kunnen geven. Ik ben niet waardig. Maar spreek slechts één woord en mijn poeder, mijn jongen zal gezond worden. En dan geeft hij nog een uitleg erbij. Voor de omstaanders. Hij is zelfs apostel, want Jezus moet hij het niet uitleggen. Jezus hij weet dat Jezus God is. En zeggen, want ik ben aangesteld over velen. En als ik zeg 100, en als ik zeg, doe dat, dan doen ze dat. En doe dit, dan doen ze dit. He? Want er is een hiërarchie in het leger. En zonder hiërarchie, zonder tucht, functioneert geen enkel leger. Dus er is normaal dat hij dat. En hij maakt een vergelijking. Dat betekent dat Jezus heerst over gezondheid en ziekte, leven en dood. Je moet maar een woord zeggen, op, een zieke wordt genezen. Zoals ik zeg tegen een knecht, doe dat en hij doet dat. En dan Jezus die gaat ook proberen het volk tot betere gevoelens te brengen. En hij zegt dan, amen dico vobis. Als Jezus zegt amen dico vobis, voorwaar, dan heeft hij iets zeer ernstig te zeggen. Het is zeer ernstig. Want die Joden dreigen naar de hel te gaan. Hij zegt het ook, je gaat naar de hel. Met al uw hoogmoed en uw pretentie van Jood, het uitverkoren volk te zijn. Je bent het uitverkoren volk pas als je het geloof van Abraham volgt. Niet alleen zijn besnijdenis, dat is een lichamelijke ingreep. Het gaat om het geloof van Abraham. Dat zal hij ergens anders zeggen. Je bent kinderen van Abraham, ja, naar het vlees, maar je moet vooral zijn geloof navolgen. Dat staat ook in het laatste evangelie, die niet uit de wil van het bloed. De Joden zijn van het bloed uitverkoren volk. Maar dat is het niet. Die zijn de kinderen van God niet. Die niet uit de wil van een man of van het vlees, maar uit God, dus uit het geloof geboren zijn. Die geloven. Dat zijn de kinderen van God. En hij zegt het dan. Hij geeft een waarschuwing. Amen dico vobis. Voorwaar ik zeg u, heeft hier iets heel ernstigs te zeggen. Hij zegt, ik heb zoveel geloof in Israël niet gevonden. Hoe komt dat dat ik bij u dat geloof niet vind en bij die Romein wel? En zij hebben nog meer genade gehad dan de Romeinen. Want Jezus zegt, ik kom eerst naar het uitverkoren volk. En dan pas naar de anderen. Hij is ook in Palestina rondgegaan. Hij is niet zoals Sint Paulus naar Klein-Azië gegaan, of zoals Jacobus naar Spanje of zo, of Sint Marcus naar Egypte gaan prediken, of zoals Thomas naar Indië. Jezus is in het heilig land gebleven. Waarom? Omdat zij voorrang hadden, ze zijn het uitverkoren volk. Dus ze hebben meer genade gehad van, ze waren 2000 jaar voorbereid, ze hebben buitengewone giften, gaven, openbaring gehad. De wet en de profeten, buitengewoon. Buitengewone voorbeelden. Ze hebben nog pas Johannes een doper gehad. Die hebben die Romeinen allemaal niet gehad. En toch vindt hij zoveel geloof niet. Hoe komt dat? Dat toch ligt niet aan God, toch niet? Het ligt toch niet aan God? God doet alles wat mogelijk is om ze te bekeren. Het ligt dus aan hun wil. Goede of slechte wil. Dus zit hem in de wil. Het is door de wil dat we naar de hemel gaan of naar de hel gaan. Wat willen we? En hoe sterk willen we het? Want er is een welwil, een wil, of ik zou wel willen. Hè? De weg naar de hel is met goede voornemens geplaveid, zegt het voorbeeld.
het spreekwoord. Met goede voornemens. Dus dat is, ik heb een wil, ik zou wel willen, maar het is een welwil. Een zouwil. Dat is niet voldoende. Jezus zegt, je moet God willen met al uw krachten. Al, A-L. Dat is wat anders, hè? En dat is normaal. Dat is een normale situatie van een mens. We zitten hier in geluidtijden van geloofsafval, dus ik zit hier precies... Wat de mensen horen het in Keulen donder, als ik zoiets zeg. De normale situatie voor een normale mens is dat hij God met alles bemint. Alles, boven alles. Dat is normaal. En dus een mens zit in een abnormale situatie, dat niet doen, en dat er de meerderheid is... Ja, dat neemt niks af van de werkelijkheid. Want wat is het gevolg dan? Jezus zegt, als jij niet doet zoals deze 100 man, of als deze leprozus, dan gaat je naar de hel. Want, zegt hij, er gaan velen van het westen komen. Occidente, dat is het westen. Dus al een voorspelling dat in Europa, het westen, het boodschap beter zal ontvangen worden dan in Israël. In Israël gaan de meesten hem verwerpen. Tot het einde van de wereld gaan ze zich terug bekeren, zegt Sint Paulus. Maar de kerk gaat zich vooral in het westen richten. Dus velen zullen komen van het westen. Dat is al een profetie, hè? Een profetie dat het westen zich beter zal gedragen tot nu. Nu komen we ook in de grote afval terecht. Nu doen we het slechte voorbeeld van de Joden achterna. Dan gaan we ook het vlot van de Joden ook hebben, hè? Als wij doen zoals hen, zullen we ook zoals hen heiligen. Jeruzalem is verschrikkelijk verwoest geweest. Ze hebben daar verschrikkelijk geleden. Jezus zegt, er is nog nooit zoveel geleden geweest als toen. En er zal nooit zoveel geleden worden als dat wat in Jeruzalem gebeurt, dan zal gebeuren. Het is gebeurd in de jaren 70. Waarom? Omdat ze zoveel genade hebben gehad, meer dan veel anderen, en er zo met hun voeten voor hun voeten gesmeten hebben. En we hebben het gezien, het is gebeurd. Het is een geschiedenis. Het is zijn feiten. Het is verschrikkelijk geweest daar hier. Er zijn levens verbrand, daar een miljoen. De vrouwen hebben hun kinderen beginnen op te eten van honger. Er waren verschrikkelijke zaken daar gebeurd. Er zijn Joden die willen ontsnappen met goud. Daar is dat goud opgegeten in hun darmen. En die gaan de Romeinen hebben overgeleefd. Zeggen, ik geef me over. Maar kijk, ik heb niks, ik ben arm, hè. En dan recupereren ze het goud ergens als ze op toilet gaan. De Romein heeft dat toevallig ontdekt. En daarna begonnen ze alle Joden open te snijden die zich overgaven om het goud uit hun darmen te halen. Zo zijn ze dan... Ik geef maar een paar voorbeelden. Ik ga niet een gruwelverhaal ophangen, maar ik wil maar zeggen... Dit is een rechtvaardige en oneindig goede God die het zoiets toelaat en zoiets organiseert. Dat betekent dat het kwaad heel erg is. En Jezus zegt, veel zullen komen van het westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob, dat zijn goede Joden geweest, dat zijn heiligen. Zij zullen, de schoot van Abraham wordt zelfs beschouwd als de hemel. Lazarus zit in de schoot van Abraham. Dus komt Abraham, zoals een grootvader, zoals een kleinkind op de schoot zit van grootvader. Zo wordt dat voorgesteld. Ja. Abraham, Isaac en Jacob, wel, die van het westen zullen met hen zitten, met die Abraham. Die van het westen gaan met Abraham zijn, maar jij niet. Waar zullen jij zijn? Filii autem regni, de kinderen van het rijk. Jullie zijn de zonen van het rijk. Filii regni. Het rijk dat ik kom brengen. Bekeer u, want het rijk der hemel is nabij. Het rijk van de hemel is voor u in deze plaats. Jij bent de zonen van het rijk. En wel, die zonen van het rijk, die het rijk eigenlijk weigeren, zullen egitientur, geëjecteerd worden, egitientur, buitengeworpen, in tenebras exteriores, in de donkerten van de buiten, van buiten, buitengeworpen. Buiten de hemel, buiten God, buiten de aarde, in de hel. Jullie worden buiten het hemelsparadijs en het aardsparadijs geworpen. Buiten. En daar zal zijn fletus en stridodentium, geween en tandengeknars, dus lijden. De hel. Dat is de zoveelste keer dat Jezus over de hel spreekt. En je ziet, Jezus spreekt hier over de hel in verband met één enkele zonde. Één enkele ketterij. Dat ze niet als God aanvaarden. Eén enkele. En er zijn verschillende geloofsartikelen.
En er is maar één artikel dat het over gaat, namelijk ik geloof in Jezus en in zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. En Jezus en in geboren Zoon, onze Heer. De ontvangst van de Heilige Geest, de tweede persoon van de drievuldigheid, daar geloven ze niet in. Ze geloven niet in, zoals die Melaatse. En waren ze van goede wil geweest, hadden ze kunnen geloven. Het bewijs is dat die Melaatse kan geloven en die 100 man. Uiteindelijk bewijzen dat ze wel geloven. Ze hebben het geloof wel. Ze kunnen het krijgen, maar ze willen het niet. Ze willen niet geloven. Die genade is daar. Want hij zegt, jullie zijn filii regni. Jullie zijn de zonen van het Rijk. Jullie hebben dat geloof ter beschikking. En jullie willen het gewoon niet. Waarom niet? Waarschijnlijk omwille van het kruis dat het meebrengt. De moeite. Ze moeten de 10 geboden serieus onderhouden dan. En ze moeten God inderdaad als God beschouwen. En ze moeten dit en ze moeten dat. En talens kruis aanvaarden. Ja. Maar ja, dat is het de bewijs van de liefde. Dat is een weder. Dat is het bewijs dat men God bemint. Dat is het kruis aanvaarden. Dat is het bewijs, want woorden zijn gemakkelijk. Dit leven is een bewijs, een mogelijkheid om te bewijzen dat we God beminnen. Dat is een mogelijkheid om het te bewijzen. En Sint Paulus en alle heiligen weten ons te vertellen, de heerlijkheid die ons te wachten staat, die weegt, dat is eindeloos meer dan het lijden dat we hier kunnen ondergaan. Al het lijden dat we hier kunnen ondergaan, dat is niks in vergelijking met die heerlijkheid. Alle heiligen die van de hemel geproefd hebben, zeggen het. Een paar seconden, die hemel, dat is waard om alle kwellingen van de aarde te ondergaan. Zo heerlijk is dat. Het is een goddelijk geluk waar je deel aan hebt. Dat kun je niet inbeelden. Het bewijs dat het lijden niks is in vergelijking met de hemel, dat is dat God zelf in hoogst eigen persoon mens wordt om een verschrikkelijk strijd te kunnen ondergaan, om die hemel te kunnen geven aan anderen. Want hij zelf zit al in de hemel. God zelf viel het de moeite om met lijden te komen persoonlijk in eigen oogst eigen persoon te ondergaan. Dan zouden wij toch daardoor gemotiveerd moeten zijn om het dagelijks kruis met vreugde te aanvaarden. Ook al is het misschien erg, we leven in erge tijden. We leven in apocalyptische tijden. En we weten niet wat nog allemaal boven het hoofd hangt. Voorlopig hebben we nog geen bloedige vervolging. Maar wat er ook gebeurt hier bij de gelovigen, bidden we, blijven we echt in die gesteltenis, zonder compromissen, zonder gejamaar, 100% God, u wil geschieden en help mij en ik raak erdoor met uw hulp. En Maria, een kind van Maria gaat niet verloren. In die gesteltenis hier bij de gelovigen. Die gesteltenis, dat is de gesteltenis die ik u toewens. Dat is het geluk op aarde en dat is het geluk in de hemel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.